Een hele goede morgen, lievelingen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag met Boekie. Was je echt van plan om je naam te zeggen? Nee. Ik had eigenlijk verwacht dat jij het zou doen. Ja, ik had verwacht dat jij het niet zou doen. Maar mooi, ik ben dus met Boekie. Wij zijn onderweg naar Esma. En we gaan vandaag naar Utrecht. Het is eigenlijk nog best wel vroeg. Of nou, het is eigenlijk best wel laat, want iemand hier kwam weer eens te laat. Oh, nu... op zit een rijdende auto. We gaan niet aankomen. Wat wij dus gaan doen, we gaan naar Utrecht. En vorige week zei ik tegen Boekie en Esma, we gaan nu trouwens Esma ophalen eerst. Vorige week zei ik tegen Boekie en Esma van, guys, ik wil echt super graag een keertje een Marokkaans ontbijtje ergens eten. Like, dat we echt ergens gaan eten, een Marokkaans ontbijtje, toch? Ik zie dat altijd op mensen snappen en het ziet er zo lekker uit. Dus, trouwens, weet je wat ik me zojuist bedacht? We gaan letterlijk een ontbijtdate doen. We gaan letterlijk uit huis om te ontbijten ergens. Ja. We staan letterlijk vroeg op om ergens naartoe te gaan om te ontbijten. Wij zijn echt die personen geworden, besef je dat? Dat is echt disgusting als je dit zo beseft. Like, ew. Wij zijn echt geen ochtendmensen, dat moet je weten. Ik wil gewoon ontbijten wat ik thuis al eet. Nee, helemaal niet. Jij eet gewoon boterham thuis. Tuurlijk, ik ga niet iedere dag uitgebreid eten, maar ja, dus weekend gaan we... wel, hallo. Nee, je eet echt niet zo in het weekend. Ik heb jou nog nooit zo zien... Ik heb jou nog nooit zo zien eten in het weekend. Ben je in het weekend bij mij? Ik heb nog nooit snaps van jou gekregen. Dus nou, jij denkt ik snap alles. Dit weekend ga ik zo'n snap van jou krijgen. Ik ga toch niet iedere keer. Oké, jongens, weet je wat we gaan doen? Nou, dit weekend ga ik zo'n snap van Boekie krijgen dat ze zo eet. En dan ga ik het in een vlog plaatsen. En jullie moeten weten dat als ik niks in een vlog plaats, dat zij dus niet zo eet in het weekend. Dat is goed. Dat is goed. Oké, so, ja, dus ik zei tegen ze van ik wil super graag een keertje Marokkaans ontbijt. En toen hebben we gewoon meteen iets ingepland voor deze week. Dus dat is echt super leuk. En daarna gaan we gewoon de stad in. En we gaan pedicure doen. Ik ga weer nagels zetten. Oh my god. Jullie zijn zo excited. Ik ben zo excited. Jullie hebben geen idee. Ik kon eergisteren gewoon niet slapen van hoeveel zin ik erin heb. Like, oh my god. Je bent des over. Let's get on. Nou, we hebben ons ontbijtje. We hebben allemaal hetzelfde. Behalve Esma, die heeft geen worst. Worst. Hé, maar jij houdt toch ook niet van olijven? Explain yourself. Explain yourself. Ja, niemand doet mee met jouw trouwen. dit is geen trouwmateriaal meer. Dit is ook naar shame, want dat is al gewoon door. En we hebben allemaal chidrans. Boekie heeft cappuccino. En natuurlijk Marokkaanse thee. Mop, je wordt niet gefilmd. Doe maar rustig hoor. Lekker. Oké, Boekie, hoe vond je het ontbijt? Dat was echt lekker, man. En jij, Esma, die niet op beeld wil? Wacht, ik wil ook niet op beeld, want het valt mijn beeld. Het ziet er ook echt super cute uit. Het is Cousina in Kanaalstraat. En we hebben heerlijk ontbeten, jongens. Love it. Oké, wij zijn nu bij NH Aandeels in Utrecht, Vredeburgplein. We zijn met z'n drieën een pedicure aan het doen. En we krijgen lekker een webmassage erbij, dus dat is altijd chill. We moeten ook een dicht mondkapje op, dus dat is wel netjes. Daar houden ze goed rekening mee. En ik ga er een wit lakje op doen, maar ik hou niet van voeten, dus dat ga ik jullie niet laten zien. En we hebben heerlijk ontbeten. Filmt hij? Ik denk dat hij filmt. Boekie en ik hebben een klein beetje gewinkeld bij de Zara. Vlog takeover. Ja, dit is een vlog takeover. We hebben een beetje gewinkeld bij de Zara. Want we hadden wat dingetjes nodig voor het feestje. En Anne-Maria, mag ik jou op de vlog zetten? En Anne-Maria die is nu haar nagels, is haar nagels aan het doen. Even manicure. En in de tussentijd hebben wij even onze outfitjes gefixt. Maar bijgeslacht? Jawel, maar ik werd echt gek. Want je weet toch al die zelfscankasten daar bij de Zara? Ja. Yeah. Echt een hele lange rij. Dat ten eerste en ten tweede. Ja, die rijen waren echt super lang overal. Het werkt ook nooit of zo. Ik heb het idee dat iedereen standaard zegt, maar gewoon voor me gewoon niet weet wat ze moeten doen. Yeah. En dan moet ik nog gaan beginnen. Ik weet ook niet wat ik moet gaan doen. Nee. En die mensen die komen nooit helpen. Ik word echt... Oh. Ja, het is heel vervelend soms. Het is fucking warm ook, hè? Was ja, het was super warm. Oh ja, warm. Liep dat eruit, Anne. Het was heel erg warm.
fantastisch. Nee, maar we gaan nu weer verder zoeken en kijken of we nog meer kleren. Ja, we gaan even naar de Stradivarius en naar de Bershka. En dan gaan we naar Kanaalstraat. Anne, ik maak even wat sfeershots voor je. Snel dingen. De ronde, je vlot gewoon weer. De andere Marie zelf aan je kinderen. Oh, kijk. Babykleren. Oh. Nou, dat gaat het proberen hoor. Ja. Nou jongens, we zijn echt al een tijdje weer thuis. Ik heb zelfs geslapen en alles. Ik ben gewoon in alles in slaap gevallen. Mijn kleding, make-up, alles. Maar ik had per spulletjes vergeten in Boekie de auto. En wilde vanavond nog afspreken. Maar ja, ik was in slaap gevallen. Volgens mij had Boekie het ook druk. En nu is Boekie dus hier om mijn spulletjes te komen brengen. En ik had hakken besteld. Ik was echt al super lang op zoek naar witte sandaalhakjes, weet je wel. Maar ik kon ze echt maandenlang niet vinden. En nu heb ik er dus 3 paar in 1 gevonden. Maar ik heb ze dus allemaal gepast. Ik ga je dus gewoon het paar laten zien wat ik ga houden. Dit zijn dus de hakken die ik ga houden. Super cute. Schattig. En in de tijd dat Boekie en Esma de vlog hadden overgenomen, was ik mijn nageltjes gaan doen. Maar nagels zetten en doen en zo duurt gewoon lang. Dus ik snap dat ze niet mee wilden. Dus ik ben gewoon in mijn eentje gegaan. En ik heb maandenlang geen nagels gehad. Dat komt omdat ik ze weg moest halen van werk. Wat super kut is. Want ja, ik ben gewoon echt heel erg van mezelf uitdrukken in mijn nagels. Ik doe altijd gekke dingen met mijn nagels. En like, het ziet er gewoon altijd, als er iets is dat er gewoon altijd goed uitziet aan mij, is het sowieso mijn nagels. Maar ja, ik moest ze dus weghalen van werk. Maar ik heb ze weer. En dit zijn ze, jongens. Oh, wacht, het focus niet. Moet ik even aan de kant? Ja. Ja, op mijn ringvinger. Ik heb alleen op mijn ringvinger. Dit zijn ze dus. Ik heb blauwe babyboom met, dit lijkt nude, maar het is peach. Peach kleur. Blauwe babyboom en dan heb ik op de ringvinger. Heb ik hartjes. Weet je waar nagels op lijken? Nou. Je weet toch wel zeggen van Red Band? Heb je toch zo'n Red Band, goed zo. Oké. Even zeg maar die fizzy mix. Ja. En dan zit toch zeg maar fizzy. Die blauwe met geel. Blauw met roze. Zeg maar die soort cola, die flesje soort van fizzy mix. Mensen die dat eten, die gaan wel begrijpen. Ik heb ook gedroomd over snoep trouwens. Jongens, ik heb gedroomd over Boekie. In dat ene, in weet ik veel, dat uurtje of zo dat ik sliep, heb ik gewoon gedroomd over Boekie. Oh ja, wat kan ik zeggen? Je mist me altijd. Ja, toch. Ik ben zo blij dat ik weer nagels heb. En ik heb binnenkort vakantie van werk. En daarna begint school weer. Dus dan werk ik denk ik maar 2 dagen per week of zo. Dus ja, zoveel ben ik dan niet op werk. Dus daarom heb ik weer nagels gezet. Oké. Boekie en ik gaan verder met bijpraten. Want ja, we hebben elkaar 2 uurtjes niet gezien. Ik weet niet of dit een eendaagse vlog wordt. Want volgens mij heb ik veel gevlogd en Esma ook. Maar zo niet, dan zie ik jullie een andere dag deze week. En anders, super. Wil je mee de vlog afsluiten? Nee. Jawel, kom op. Dit zou echt leuk zijn. Doei lievelingen. Oké, kom op. Nee. Ik ben echt moe. Misschien, zij heeft nog niet geslapen. In ieder geval, als ik jullie niet meer zie bij een volgend stukje in deze vlog, dan wil ik jullie in ieder geval super erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. En dan hoop ik jullie een volgende keer te zien bij een nieuwe vlog. Doei lievelingen. Een hele goede middag lievelingen. Welkom bij een nieuwe vlog. Het is al middag. Ik ben al een tijdje wakker. Maar ik ga nu pas wat doen met mijn leven. Ik zie er super wit uit. Oh my god. Maar in ieder geval, ik ga nu even naar de stad. De stad. Want ik moet een pakketje terugbrengen. Like always in mijn vlogs. En ik moet shampoo kopen. Want mijn voorraad is op. En dan kom ik weer terug naar huis. En dan ga ik vanavond eten met Esma. In Utrecht. Dus ik ga jullie vandaag meenemen. Oké, nou ik ga even dit mega grote pakketje terugbrengen.
super groot. Ik ga het vasthouden terwijl ik loop. Dan ga ik het dorp in. De stad in het centrum. En ik ga even laten zien wat ik aan heb. Oké, zo, dit heb ik aan. Het is, de zon schijnt buiten, maar het is niet warm genoeg om met korte shirt te lopen. Korte mouwen. Dus ik heb een trui aan van de North Face. Ik heb een cycling short aan van Primark. Ik heb mijn Yeezys aan. En dat enkelbandje, dat is van de Kruidvat. Ik ga zo kijken of ze gouden hebben. Gouden. Oh mijn god, let niet op deze troep. Dit is gewoon echt... ja, ik ben een sloddervos. I'm so sorry. Dit is gewoon mijn tweede kamer geworden. Ik weet echt niet wat hier aan de hand is. I'm so sorry voor deze troep. Als mijn ouders zouden zien dat ik dit film, zouden ze me doodmaken. Oh, en dit is ook allemaal van mij. Ik moet mezelf schamen. Oké, zo, ik ben terug thuis. Ik heb twee shampoos gekocht. Deze. Hallo, focus. Niet focus. Oké, dan niet. En deze. En dit zijn volgens mij niet de shampoos die ik normaal gesproken gebruik. Ik gebruik in de zomer meestal iets van Visibly Brighter of zo. Maar ik heb al super lang geen shampoo meer gekocht. Omdat als ik shampoo koop, of nou gewoon al mijn verzorgingsspullen, koop ik altijd in grote hoeveelheden in. Zodat ik echt maar één keer in het half jaar of zo weer nieuwe moet kopen. En dat was dit keer weer. Dus ik weet echt niet wat ik normaal gesproken allemaal koop. Dus ja, dat was in ieder geval niet. Niks dat me bekend voorkwam. Ik heb shower gel, ja. Heb ik gekocht. Ik heb nog zo'n enkel sieraadje. Met van die hartjes en gouden. Heel subtiel. Ik dacht, ik ga kijken hoe subtiel me staat. En ik heb deze 8-pack gekocht. Van Doritos. Lekker, hè? Doet me echt denken aan... Oh, 8-pack of is het meer? Nee, 8. Doet me echt denken aan school vroeger. Dat je het altijd in die automaat had. Dus ja, dit is de aankoop van vandaag. Is het allemaal shampoo? Even kijken. Ja. Oké. Okay. Ik ben met Esma. Hi! Doe eens even jouw signature sign. Ik ga stuk. Gisteren was Esma dus jarig. En ik moest dus allemaal filmpjes en foto's en zo zoeken om in mijn verhaal te doen, weet je wel. En op elk filmpje was het... En zeg maar, ze heeft zeg maar ook standaard dan als de camera op haar gedraaid wordt, dan doet ze eerst haar hoofddoek goed. Ja, en dan doet ze. In ieder geval, ik heb me helemaal opgemaakt. We zijn helemaal ready to go. We zijn nu onderweg naar Utrecht. Dan gaan we daar eten. En Esma was gisteren jarig. Hoe oud ben je geworden? Dat betekent dat dit de eerste dag is dat ze aan het rijden is. Of tweede dag. De tweede dag is dat ze aan het rijden is. Maar ik heb haar al eerder zien rijden met haar ouders en zo. En ze kan kapot goed rijden. Dus dat ik het vertrouw dat zij mij naar Utrecht brengt. Dat is heel wat. We gaan eten bij Taj Mahal in Utrecht. Een Indiaas restaurant. En we wilden eerst eigenlijk bij Laila gaan eten. Alleen... Ja, weet je, for some reason kiezen wij toch altijd voor Midden-Oosten als we iets willen gaan eten. Dus we hebben besloten om dat niet meer te doen. We willen ook andere keukens... Neem op de rotonde nee, dat de tweede mooie afslag naar wethouder Schoutenweg. Verkennen. Andere keukens verkennen? Oké. Okay. Ja, ik dacht eigenlijk iets met een B, maar ik weet niet. Als ik er later op terugkom, dan... je weet toch, dan vertel ik het wel. Ja. Mohim, ja, we zijn dus onderweg en wij zien jullie denk ik zo meteen wel in Utrecht. Oké, okay, jongens, we hebben ons eten gekregen. Esma heeft biryani besteld en dat is dus dit. Met dit. Ik weet niet meer wat ik heb besteld, maar het is iets met kip. Dus ik heb dit gekregen, een emmertje. En met rijst en dit. Ik weet niet wat het allemaal is. En dat. En ja, dit is zo'n hitte dingetje. Ja, dus ik ben heel erg benieuwd. Kijk wat hierin zit. Oh, het goed is. Nou, ik ben super benieuwd. We gaan eten. Eet smakelijk. Kijk, jongens, heb je hier zelfs een huiskoop. Nou, dat was de kat. Oké, jongens, we hebben net gegeten en we zijn nu bij de Game Day Vlog. Dus ja, we gaan jullie meenemen. Ik wilde nog zeggen, als ik de jackpot in één keer win, gaan we meteen naar huis. Nah. Als ik de jackpot nu win, gaan we naar huis, oké? Deal. Thank you.
weet niet wat ik als laatste had gefilmd. Oh, dus Game 6. Okay. Volgens mij. We zijn onderweg terug. En, oh ja, Esma. Wat vond je van het eten? Ja, ik vond het lekker. Het was nieuw. Je mag gewoon oprecht. Nee, ik vond het oprecht lekker. Wel pittig trouwens. Heel pittig. Ja, dat is maar pittig. Dat smaakt niet. Nee, het is niet heel pittig. Het was gewoon pittig. Ja, een beetje pittig. Maar dat is, ik ben al snel. Ja, wij kunnen niet echt pittig eten. Maar eten was ook een beetje pittig. Op een schaal van 1 tot 10. Ja. Eten? Ja. Ik zou zeggen 7 of 8. Nee, 7. Wow. Ik dacht het ging een beetje te hard van stapel. Ja. Zij had trouwens biryani. Ik had. Nee, lam. Oh nee, lam, klopt. ik had Balti chicken. En ik moet eerlijk zeggen, wij thuis maken ook. Mijn Balti chicken was trouwens lekker. Maar ik, trouwens, wat zou ik het voor cijfer geven? Ja, ik denk ook een 7 trouwens. Maar wij thuis maken ook wel eens biryani. En ik moet eerlijk zeggen. Biryani is natuurlijk niet Irakees, maar onze Irakese biryani vond ik gewoon lekkerder dan deze. Ik heb een beetje geproefd van Esma. Want er zat dus kokos in die lam of zo. Nee. Ik weet niet, het smaakte gewoon naar kokos. Ik vond het heel raar. Maar ja, dus dat. Zouden we er opnieuw eten? Nee. Dat dan weer niet. Maar ja, we wilden gewoon een nieuwe keuken proberen en nu hebben we het geprobeerd. En nu weten we dat we dat dus nooit meer gaan doen. Wel een nieuwe keuken, maar niet deze. Ja toch? Andere nieuwe keuken. Wat ik nog meer wilde zeggen. Oh ja, we wilden dus een toetje nemen. Maar ze hadden alleen maar ijs. En iemand hier. Die eet geen ijs. Dus ja. En die ijsjes spraken mij ook zelf niet aan of zo. Dus dat hebben we geskipt. Toen wilde ik nog ergens anders een dessert gaan halen. Maar ja, iemand wil heel graag snel naar huis. It ain't me, honey. It ain't me. Ja, dus Esma wilde heel graag snel naar huis. Maar ik heb er verplicht om nog eventjes games even met mij te gaan. En dat hebben we dus gedaan. We wilden de jackpot winnen vandaag. Want ja, altijd wanneer ik naar de games zit ga, ben ik gewoon... Over 10 kilometer volgt de tweede. Kimmel, that's so rude. Why are you interrupting me? A2 te nemen richting Schertogenbos. Ik weet niet. Mooi hem. Ik luister naar haar, vraag ik jij om te herhalen als ze zegt. 2,9 naar rechts. ja, dus we gingen nog eventjes Game State, bla bla bla. We hebben geen jackpot gevonden helaas. En nu zijn we weer terug onderweg naar huis. Het is gezellig hè, Esma? Ja. Hey, serieus, dit plukje irriteert mij. Ik had moeten haar lakken. Haarspray ook. Heb je mijn telefoon bij gehad? Ja. En mijn haar ziet er super vettig uit. Ik heb de laatste dagen alleen maar veel haarspray in mijn gezicht gegooid. In mijn haar. Mohim Esma. Hij focust niet helemaal. Ja, is donker. Je dronker. 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 Moet je het licht aan, zegt ze. Misschien het licht doet niet. Mohim. Ja, dan heb ik je even exposed, hè. Ja, doe aan. Ja, hij doet het hoor, jongens. Echt waar hoor. In ieder geval, Esma, wil jij nog wat zeggen tegen mijn kijkers? Super bedankt voor het kijken. En kijk vaker. Nee, nog niet zo snel, nog niet zo snel. Altijd wanneer ik aan het einde... Nee, maar ik weet niet wat ik moet zeggen. Oké, Mohim, wat ik vandaag aan heb. Ik heb een snel jasje, kan het licht aan, Esma? Ik weet niet hoe ver, kijk maar. Ik ben gefocust op het wel. Ah, ja, oké, dus wat ik vandaag aan heb. Ik heb een jasje aan. Het was een snel jasje. Maar ik weet nou niet of het vloekt of dat het gewoon goed staat bij elkaar. Deze van de Bershka van vorig jaar. Ik heb hem dit jaar weer voor het eerst aan. En de groene jurk is van Naked. Hij is met zo'n kool. En van onder heeft hij aan beide kanten een split. Hij komt tot net iets over mijn knieën. En ik heb mijn grijze Yeezys aan. En ik heb het enkel sieraadje om wat ik vandaag heb gekocht. Oh, en ik heb gouden oorbellen. Oh, wat ik dus vandaag nog tegen jou wilde zeggen. Ik heb het vandaag een beetje anders gedaan. Normaal gesproken heb ik toch altijd zilver aan. Zilveren oorbellen, zilver enkel sieraad, dit en dat. Maar dit keer heb ik alles goud. Behalve mijn... mijn ringen. Maar ja, ik heb geen gouden ringen, vandaar. En oké, dat was mijn outfit. Nu mag jij het afsluiten. Heb jij nog wat te zeggen voor vandaag, Esma? Nou, het was een super geslaagde dag. Super bedankt allemaal voor het kijken. Doe duimpjes omhoog. Gaat een leuke reactie achter. Bedankt voor het kijken, lieveling.